Het startersteam van SD Works begeleidt jaarlijks meer dan 6000 werkgevers die voor het eerst personeel aanwerven. Zij zien vaak dat ondernemers direct willen beginnen met de aanwerving van een nieuwe medewerker. Maar het loont de moeite om voldoende tijd te nemen en eerst een aantal zaken op een rijtje te zetten. Deze startersadviseurs weten immers waar je op moet letten en waar het eventueel fout kan lopen. Een werkgever die wil starten met personeel kan zich beter tijdig informeren. Het is daarnaast heel belangrijk om een sterk beeld te maken van wat men effectief nodig heeft. Op die manier creëer je ergens een type van werknemer die kan passen binnen een organisatie. Een vraag die men zich hierbij zeker moet stellen is: kiezen we voor een voltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling? Welk profiel heb ik nodig? Is dit sales, administratie, IT, een hooggeschoolde werknemer, een laaggeschoolde werknemer? Daarnaast heb ik een structurele tewerkstelling nodig of is het eerder tijdelijk. En natuurlijk ook een belangrijke vraag is: welk budget kan ik eigenlijk besteden aan de tewerkstelling van een personeelslid? Als startersadviseur van SD Works gaan wij eigenlijk alle startende werkgevers tijdens een volledig traject begeleiden. We nemen eigenlijk alle onzekerheden weg. We gaan in eerste instantie kijken wat de effectieve noden en verwachtingen zijn van die werkgever. En op basis daarvan kiezen we dan de juiste opties rond heel wat facetten van tewerkstelling. Ik denk maar aan de arbeidsduur, ik denk aan het verloningspakket, ik denk aan de loonkostoptimalisatie die wij kunnen doen. Daarnaast is er natuurlijk ook een volledige administratieve flow die moet vervolledigd worden. Die nemen wij ook uit handen. We maken de contracten op, we maken arbeidsreglementen en policies op en we zorgen ook voor een tijdige demona-aangifte. Daarnaast zijn er ook heel wat aansluitingen bij externe instellingen die wij ook wel verzorgen. We zorgen ervoor dat de werkgever zich kan focussen op de business en wij zorgen voor het ontzorgingsproces en ook voor het maken van de juiste keuzes.